Dat moet Albert Kreutziger zijn die het tempo bepaalt. Dit is een monument dat aan het adres van de Karabakka herinnert. Er is een klein presje geslagen daar vooraan. Blijkbaar heeft iemand daar een gaatje laten vallen. Al dan niet moedwillig. Maar dat wordt dan weer gedicht hoor. Is dat Cancellara? Cancellara gaat, ja. Cancellara onder de vod. Cancellara, zoals hij dat ooit eens uithaalde in Compiègne, de rest versmachten. Hè. De rest versmachten. Duque zet daar ook nog vooraan te wringen. Kruipel zit goed. Lars Boom komt meedoen. Lars Boom plaatst een versnelling. Ja, voor met Freire aan het wiel. En Duque. Met de Freire aan het wiel. Benetti kiest voor Freire. En Duque kwam er nu uit. Dat is inderdaad Duque. Freire die blijft maar wachten. Die blijft maar wachten. Te lang wachten, de jongens. En is dat deze Koop die ook niet binnen doorkomt? Er zit een vreemde warmgesprint. Inderdaad, een centraal optrek is dat het Tyler Ferrar die eruit komt. Tyler Ferrar die eruit komt. En Gilbert die klopt het op de streep. En volgens mij is het Ferrar die wint. Jawel. Tyler Ferrar haalt het. Ja, en Marcato is 3, denk ik. En Gilbert met een knappe sprint. Een lange sprint. Ongelooflijk lange sprint van ver. En zoals dat te voorspellen viel, een warrige sprint. En al dat werk van die mannen van Liquigas en Johnson. Gilbert op 2. Mercado op 3. En Greipel moe. Een beetje van te ver moeten komen. Een beetje te veel afgezien. Ferrar die zelfs het risico neemt om alles los te gooien nog voor de streep. Maar hij pakt hem wel. Freire, geen penalty, geen balan. De aanval van Duque heeft alles een beetje ontregeld. Maar er was ook geen spat energie meer bij Freire te bespeuren. En hij is pas 9e. In Sassi 4e, Greipel 5e, balan dan Gasparotto, Knees, Freire op 9 en Tossato op 10. Doet natuurlijk wel een goede zaak. Nog altijd Greipel voor de punten eventueel. Dus hij zo na, Philippe Gilbert. Maar dan zult u weer merken vanuit het helikopterbeeld dat hij niet eens aan het achterwiel komt van Tyler Ferrar.